Hallo allemaal. Zoals beloofd, het tweede filmpje waarin ik jullie laat zien hoe ik een schilderijtje maak. Wat heb ik daarvoor nodig? In ieder geval een schildersdoekje. Dit is een 20 cm bij 20 cm. De achterkant heb ik de houtjes in gedaan, zodat het doekje nog wat meer opspant. En ik heb punaises erin gedrukt, zodat bij het drogen straks ook de lucht onder het schilderij kan komen. Als ik dat niet doe, dan kan ik scheurtjes in mijn verf krijgen. Doordat de onderlaag nog nat is, terwijl de bovenlaag is gedroogd. Dus het doekje heb ik nodig. De verf natuurlijk. Nou, welke kleuren verf heb ik voorbereid? In ieder geval de magenta. Dat is deze. Titanium wit, dat is deze. Lamp zwart. Turquoise. En fluoriserend roze. Ik heb jullie in het vorige filmpje uitgelegd dat er twee soorten verf zijn. Vloeibare acrylverf en de dikkere acrylverf. Ik heb gekozen voor de vloeibare acrylverf, zoals jullie zien. En deze heb ik dus ook al helemaal gemixt. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb een bekertje nodig, want er zijn verschillende technieken. En ik laat jullie straks de flip cup zien. Dat betekent dat ik straks alle kleuren verf in dit bekertje doe. En op de kop op het schildersdoekje plaats. En dan de verf vrij laat. En dan zien wat er gebeurt. Wat ben ik nog meer nodig? Deze ben ik nodig voor de zijkanten. Als de verf erop ligt, dat het niet te veel ervan afstroomt. Zo kan ik het tegenhouden. Een paletmes. Die is voor de zijkanten. Als ik nog een stukje open canvas heb, dat ik dat bij kan werken met paletmes. De Dimenticone, en dat is een soort van siliconen, maar deze is op natuurlijke basis. Die doe ik straks in de verf. En doordat je straks gaat verhitten met een brander, dit is een crème brûlée brander, komt de siliconen omhoog en dat zorgt dan voor hele mooie effecten, hoop ik, straks. Wat ik jullie ook laat zien is, als het schilderijtje klaar is, dan zal er heel wat verf nog over zijn. En dan ga ik het schilderijtje maken voor het sieraad. En daar gebruik ik dit papier voor. Aan de boven en aan de onderkant zit een plastic laagje, zodat de verf niet in het papier dringt. Als dat wel gebeurt namelijk, dan gaat het papiertje bobbelen. Ik heb hier een voorbeeldje. En hier zit dus al verf op. En het papiertje is nog zo vlak als wat. En wat heb ik daar dan weer voor nodig? Ook een paletmes, want ik moet straks de verf uit gaan strijken over het papier. En ik heb ook nog glitter. Ik vind het altijd leuk als er wat glitter op een schilderij zit, want dat geeft een mooi effect. Dus dat zijn de materialen die ik nodig ben. Dus wat ik nou ga doen, is eerst twee druppeltjes van deze siliconen in de verf. 1, 2. Niet in de wit. Doe ik nooit. En dan roeren we dat er doorheen. Niet te veel. Gewoon een beetje. En dan gaan we straks de kleuren in het bekertje doen en dan kijken wat er tevoorschijn komt. Want dat weet je nooit. De kleuren kun je wel bepalen, maar je weet niet wat de uitkomst is. Dat is altijd maar de vraag. Dus, ik begin met wit. Nou, en dan doe ik altijd gewoon maar wat op mijn gevoel. Dus dan pakken we nu de magenta. Klein beetje zwart.
Blauw. Nog een beetje roze. Ik heb nog wat blauw over, dus dat doe ik er ook maar door. Nog wat roze. Ja, en dan is de vraag, wat krijgen we straks? En nog wat wit als laatste. Nou, dan gaan we dus nu op de kop op het doekje. Zo, in het midden. Eventjes wachten. En dan laten we de verf vrij. Ik doe altijd wat bij de hoekjes. En dan heb ik dat alvast bedekt. Kijk, en je ziet dus ook al wat siliconen omhoog komen. Dat zijn deze ronde celletjes, zo noemen we dat. Nou, dan ga ik het dus nu bewegen over het doek heen. En dan kijken wat we krijgen. Goed kijken dat hij ook alles bedekt, de verf. Ja. Nog één hoek. Nou, dan kijk ik even of ik de compositie mooi vind. Ja. En dan ga ik er nu met de brander over om de overtollige siliconen, wat er dus nog tussen de verflagen zit, om dat dan boven te krijgen. Niet te dicht erop. Zo. En dan heb ik nu even tijd om de zijkantjes te bekijken of die allemaal bedekt zijn. Nou, hier heb ik nog een hoekje wat open is. Dus die bedek ik even met verf. Hij is wel heel mooi. Hier heb ik nog een stukje canvas. Daar ook nog. Nou, eventjes mijn handen schoonmaken. Dan probeer ik jullie van dichtbij wat te laten zien.
Kijk. En al die ronde dingetjes, dat is... dat komt door de siliconen. Dat komt dan omhoog door de verflaag. En dan krijg je dit soort effecten. Nou, ik vind hem wel goed gelukt. Misschien nog een beetje glitter erop. Is wel net zo mooi. Heel klein beetje. Daar gebruik ik al een kwastje voor. En dan heel licht doe ik daar op sommige plekken wat glitter op. Daar nog, vind ik wel mooi. Zo, en dit was één techniek. Je hebt verschillende technieken. Dit heb ik eerst de flipcup. En er zijn nog andere, die wil ik jullie ook graag laten zien. Maar ik heb nou eerst gekozen voor deze. Ik leg deze even aan de apart. En dan ga ik het schilderijtje maken voor het sieraad. Goed. Nou ligt hier dus nog heel veel verf op mijn werktafel. Dat kan ik gebruiken, maar ik heb ook nog wat verf in mijn bakjes. Dat kan ik ook gebruiken. Dus dat gaan we dan ook doen. Nou. Wat je doet. Wat verf op het papiertje. Beetje zwart. Vind ik altijd wel mooi voor het contrast. Blauw. Turquoise. Hier zit nog wat in, magenta. En wat wit. En wat we dan doen is... twee velletjes op elkaar drukken. En dan weer van elkaar af. En dan pak ik de brander erbij. Zie, en dan is dit het resultaat. Nog eentje. Kijk, en hier doe ik dan ook wat glitter op. Hier kan ik wel onderdelen voor gebruiken voor een hanger. Nou, nou hebben jullie dus gezien hoe ik een schilderij maak en hoe ik de schilderijtjes maak voor het sieraad. Het volgende filmpje wat ik ga maken is, nadat het schilderij 2 weken heeft gedroogd, moet ik het schoonmaken. Want ik heb de siliconen heb ik gebruikt en dat drijf, nou, dat ligt dan op de bovenkant van het schilderij. Als ik dat erop laat zitten en ik ga dan vernissen, ja, dat gaat dus niet, want dan pakt de vernislaag daar niet. Dus ik moet eerst moet ik het schilderij dan schoonmaken. En dan laat ik jullie dus zien hoe ik dat dan doe. Nou, dankjewel voor het kijken en ik zie jullie wel in de volgende video. Doei!